AS Vidronte ontving vanmiddag mede-koploper SVZW. De ploeg uit Wierden strijdt met Flevo Boys om het kampioenschap. Dronten is de nummer 6 van de eerste klasse D en is eigenlijk al uitgespeeld. En de Drontenaren wisten dus dat het een lastige middag zou worden, met hier direct druk van SVZW en een hoekschop weggegeven. En daar direct al de 0-1, Maarten Jansen met een schitterende kopbal. En Ezer Almali, de doelman van Dronten, kansloos. Dan de gehavende thuisploeg. Veel spelers ontbraken door blessures of schorsingen. Hier een schotje van Kevin van der Vlag, maar zijn poging gaat net over. SVZW wilde natuurlijk in het spoor van Flevo Boys blijven, dat op doelsaldo de koploper is. Robin de Jong met het schot, maar een prima reflex van Ezer Almali. Dronten kreeg af en toe wel wat kansjes, hier van der Vlag met de vrije trap. Maar ook een schitterende reactie van Björn Nijsink, de keeper van SVZW. En zo bleef het 0-1. SVZW was de bovenliggende partij in de eerste helft. Het lijkt hier schitterend op 0-2 te komen, maar scheidsrechter De Boer fluit wegens buitenspel. Dan beelden uit de tweede helft met hier al snel de 0-2 voor SVZW. Maar opnieuw fluit scheidsrechter De Boer, ditmaal wegens een overtreding. En zo waren de beste kansen toch voor de ploeg uit Wierden. Dan 10 minuten naar rust. Hier een overtreding op Jody de Boer. En scheidsrechter de Boer geeft een rode kaart aan John Lubbers. En SVZW moet dan dus met 10 man verder. Dronten ruikt dan dat er meer in zit en kiest de aanval. Voorzet van Ricardo Talou. Keeper met moeite, Jody de Boer. Maar dat schot wordt net geblokt. Trainer Raymond Schuurman vertrekt na dit seizoen naar Berkum en hij stuurt zijn mannen dan naar voren. Maar het is juist SVZW dat dan de betere kansen nog krijgt. Hier invallen Nigel Michels. Stuurt de verdediging het bos in en scoort de 2-0 voor SVZW. En dan lijkt het duel wel beslist. Zitten we in blessuretijd als SVZW nog één keer de aanval zoekt. Jesse Maskoel kan zo doorlopen en de 0-3 voor SVZW. AS Vidronte verliest kansloos van SVZW en dus baalt aanvoerder Rick Bremaar. Tijdens de wedstrijd dacht je van nou, als het 1-0 blijft of als je nog die 1-1 kan maken, kun je in ieder geval terugkijken op een redelijke wedstrijd. Maar nu sta je gewoon met een zuur gevoel, helemaal door die 10 man, dat maakt het net iets erger. Ja. Ja, ik heb mooie jaren hier natuurlijk gehad. Even een breekje ertussendoor. Maar eerst handhaving, vervolgens promotie. Hoofdklassejaar was natuurlijk heel lastig, maar we hebben wel heel veel geleerd. We hebben wel meegenomen naar dit jaar. Ik denk dat we veel verder zijn nu. Verschillende spelers ingepast. Ja, er stond gewoon een goede selectie. Ja, dus daar ben ik wel trots op. Volgend jaar, ja, er gaan een aantal jongens weg van verschillende leeftijden. Het is 20, 23, 28. Dus het blijft wel redelijk hetzelfde, maar het klopt. Zoals het er nu uitziet, wordt het wel weer een iets jongere ploeg. Maar ja, het zijn ook jongens die op een gegeven moment al 5, 6 seizoenen in het eerste hebben gespeeld. Dus ja, ben je dan nog jong als je 23, 24 bent? Ik denk het niet. Ik denk dat die jongens volgend jaar ook nog meer de kar moeten gaan trekken. En ja, daar zit er volgend jaar zeker meer in met het team.